Volgens mij ging het niet helemaal lekker, hè? Nee, het ging. Maar goed, ja, ik was natuurlijk redelijk ongetraind. Ik heb 4 keer op een wielrenfiets gezeten. En nou, ik vond het gewoon heel erg leuk om mee te doen. En, maar ik ben wel afgestapt, ja, onderweg, helaas. Na iets, ja, ik heb langer dan 1 uur op de fiets gezeten. En dat klinkt misschien kort, maar het was echt wel pittig, kan ik je vertellen. Ja. Waar ligt dat aan? Nou, ik had wel wat vaker op de sportschool. Maar dan kun je gewoon op zo'n spinfiets, zeg maar. Maar dan kun je gewoon zitten. En nu moet je heel de tijd je gewicht dus op je polsen. Dus daar kreeg ik al redelijk snel last van. En op een gegeven moment de benen en de warmte en de... nou ja, en dan zit je bij die... Het zijn natuurlijk allemaal wel gasten die het allemaal heel goed kunnen. Dus... Ja, maar de hitte speelt ook mee? Nou, ik had er wel last van. Daar heb ik er sowieso wel snel last van. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. En ik, want toen ik afstapte, toen kreeg ik ook wel een soort sterretje, zeg maar. Dus ik ben echt op het goed moment, denk ik, nog afgestapt. En toen kreeg ik van de arts, want er is ook een arts bij, kreeg ik een sapje of iets, weet ik veel. En daar kreeg ik wel een boost van. Dat begon allemaal te tintelen. En toen daarna... maar toen ik later in het busje zat, in de veegwagen, zeg maar, toen... Ja, toen begon ik het toch weer wel te voelen. Dus ik denk, het is goed zo. Het is leuk dat ik mee heb mogen doen. En ik heb veel alleen gefietst. Dus 4 keer. En nu in zo'n groep, dat is ook wel anders hoor. Dat is wel zwaar, kan ik je vertellen. Maar de gezelligheid houdt het je elkaar een beetje op de benen, ja, kan ik verwachten. Ik ben echt door 2 mannen, die bleven bij mij achter en die trokken me iedere keer weer mee naar voren. Ja, waren leuke gesprekken en was echt gezellig. En is nog steeds gezellig, want ik blijf ze natuurlijk volgen. Ik blijf in die veegwagen zitten. En dat is wel gezellig, kan ik je vertellen. Ja. Dus je maakt vrienden ook nog? Je maakt zeker vrienden en je ziet een fantastisch mooie omgeving. Want ja, de sluizen van Delden en die mooie plekjes die je allemaal ziet, ja, dat is wel mooi. En waar staan we nu? Nu staan we in Hoenderlo, vlakbij een trainingscentrum van de KNVB, geloof ik. En iedereen krijgt een broodje. De wielrenners krijgen een broodje. Ik heb nog niet gegeten. Eerste mannen natuurlijk, die het nodig hebben. En een lekker drankje, dat ze er weer tegenaan kunnen. En dan springen zij zo meteen weer op de fiets. En ik in het busje. En gelukkig is er altijd de gezelligheid nog, hè? Die gezelligheid, daar gaat het om. En het gaat niet... Ik had op Facebook zelf gezegd... meedoen is belangrijker dan winnen. Hè? Het is al geen wintocht, maar... het is wel echt een prestatie. Want jongens, de zon die is nu echt fors op de kop aan het branden. En ik heb wel respect voor deze gasten.